Ik ben Mac. Ze noemden mij vroeger altijd kleine kroskabouter. Ik ben Mac Bouwens, ik ben 14 jaar en ik zat in de documentaire Ik ben echt niet bang. Als ik die documentaire terugkijk, dan denk ik echt soms zo van, heb ik dat echt gezegd? En ja, maar het is ook wel mooi, want toen was je dus mooi om later terug te zien hoe je was als kind. 24, 25, 26, 51, 52. Ik doe motocross. En ja, daar moet je gewoon veel voor over hebben. Zoals ik ga 2 keer in de week naar de sportschool. Ik ga 1 keer in de week zwemmen. En ik fiets elke dag 40 kilometer naar school. Deze was ik 4, werk 7e. En dit is mijn indoor supercross. En toen werd ik 1e. En dit was mijn beker van mijn moeder die me laten maken heeft. En er staat op voor onze grote vent Mac. Ik ben Nederlands kampioen geworden in de 85 cc kleine wielen in 2014. En toen won ik dit, een gouden medaille. En ja, het is gewoon super mooi dat je dat hebt. Niet iedereen heeft dat. Nou, ik ben eigenlijk nergens bang voor, ook niet voor de cross, voor dat ik val of zo, want als je valt, ja, dan val je. Oké, is het helemaal klaar dan nu? Wielen gedaan, blok gedaan? Ja, maar wil je het pepermuntje erop plakken? Dat wil ik doen. Ik zal het even pakken, ik heb het hier aangelegd. Ja? Deze pepermuntjes van mijn opa, toen hij doodging. Hier, houd het pepermuntje vast. Dat geeft een soort kracht. Hij had er een half jaar op gezeten op mijn andere motor. En nu zit hij op deze motor. Als ik 1 keer voor de wedstrijd mijn hand erop leg, dan krijg ik een kracht binnen. Dan moet ik 10 seconden erop houden. En dan krijg ik die kracht binnen. En die kracht gebruik ik voor de cross. Iedereen heeft het erover over de pepermuntje. Nou ja, toen mijn opa stierf, toen kreeg ik al de pepermuntjes en die waren heerlijk. En ja, nou, dat doen we niet meer, want ja, dat pepermuntje, al die pepermuntjes zijn op. En ja, dat doen we niet meer, want ja, misschien hopen toen, zal misschien nu nog wel helpen. Maar hij is er toch altijd bij, dus. Soms zeg ik tegen Jackie, wil je een stukje meloen of ei? En dan denk ik even bij me na, waarom heb ik dat gezegd? Want ze is allergisch voor ei. Soms denk ik dat wel. En dat vind ik dan niet leuk dat je dat zegt. Nee, en dan krijg ik heel veel commentaar van jou. Ja. Maar dan kan ik... Soms ben ik dat toch gewoon vergeten, Jackie? Ja, jammer dan. Je kan heus wel rekening houden met mijn Mac. Ja, dat weet ik. Op sommige momenten is het mijn allerbeste zusje. Zus en ja. En op andere momenten is het echt gewoon echt... Ik wil niks meer met je te maken. Ja. Maar dat hebben alle broers en zus toch wel, denk ik. Winnen, ja, dat doe ik altijd. Dat wil ik ook steeds blijven doen. Maar die bekers, ja, die krijg je ook gewoon bij de bingo. Maar ja, het gaat niet om de beker om te winnen. Het gaat om wat je bereikt hebt. En daar doe ik het meest voor. 200% Mac, je kan hem winnen. Ja. Word je derde? Nee. Word je tweede? Nee. Wat word je dan? Eerste! Ben je bang? Ik ben niet bang! Mijn grootste droom is om wereldkampioen te worden.